Op zondag 13 september vond in Hellevoetsluis het cultureel festival plaats. Diverse culturele activiteiten, workshops en een expositie in het kunstencentrum De Nieuwe Veste, alsmede een lint van leuke, creatieve en verrassende activiteiten stonden op het menu. Nou, om te beginnen zie je achter mij al een aantal twirlers staan en de Steelband is begonnen met inspelen. Die gaan de hele middag door samen met de muziekvereniging Voor in de Putten en hun majorettes. En we hebben een aantal dichters, we hebben een heleboel kraampjes. De grote zaal die is druk bezet met verschillende optredens. En de omroep is er die opnames maakt. Ze maken live uitzendingen, dat is altijd heel erg leuk. We hebben optredens in theatercafé en in de kleine zaal hebben we workshops en lezingen. And we can build our dreams on suspicious minds. All that I love survived, I'll get it tears from your eyes. Let's don't let a good thing die, cause honey, you know I never lied to you. Caught in a trap, can't walk out. Hij aan je op denkt dat hij make-up nodig heeft om eruit te komen. Maar dat hoeft niet, hè? Ja, maar dat doen ze ook op tv. Amio, kom maar uit je kast. Het is een hok en ik ben nog niet klaar. Ik moet nog even. Ik kan het niet. Ik ben een beetje camera-schuw, tante Josephine. Amio is camera-schuw, ja. Amio. Oh. Is dat gewoon je haar even goed? Hij doet het goed. Zo. Hallo. Hallo! Alles goed daar? Je hoeft niet zo hard te schreeuwen hoor, Amio. Dat hoor je ook. Anders horen ze me toch niet? Ja, jawel. Nou, maakt niet uit. Nou, ja. Hoi, wij zijn Amio en Josephine. Ja, ik ben Amio en dit hier is Josephine. Ja, dat klopt. En waar komen jullie vandaan? Nou, ik kom uit Amerika en Maria. En dat is heel bijzonder, want dat land kan je alleen maar vinden als ze er niet naar zoeken. Heel lang verhaal, maar om een lang verhaal kort te maken. Amio die komt uit Haarlem en Maria, waar ik me heb gered uit handen van een hele gemene jager, Tane Stijgertand. Ja. Ja, en ik kom gewoon uit Nederland. Het is heel bijzonder om te zien, ook prachtige kleding zoals u aan heeft. U heeft ook meegedaan, hè? Ja, klopt. En verder, doet u in de balletschool nog het een en ander? Ik ben de assistente van Sena en ik help tijdens de lessen. En u zit ook in het demonstratieteam? Ja, klopt. En hoe vaak wordt er demonstraties gegeven? Dat ligt een beetje naar vragen, hè? Maar op het moment best wel veel. En we hebben nu vandaag ook een verschillende aanvragen gehad voor optredens. Maar we doen ook heel veel optredens voor ziekenhuizen, voor bejaardencentrums. En dat is allemaal op vrijwillige basis. Dus dat is ook heel leuk om te doen. Vervelen in Hellevoetsluis is er dus niet meer bij. En zoals het er naar uitziet, vindt er ook in 2016 een cultureel festival plaats.